Welkom, dit is college 2. In dit college gaan we praten over meteorologie. En meteorologie is heel vaak niet het meest favoriete onderwerp van studenten. En als ik heel eerlijk ben, is het ook niet per se mijn favoriete onderwerp. Maar het is wel een noodzakelijk onderwerp. Het is namelijk heel erg belangrijk om goed te begrijpen op welke manier sociaal-psychologen onderzoek doen. Omdat je alleen maar dan goed kan begrijpen wat de uitkomsten van dat onderzoek betekenen. En ook helpt het je natuurlijk om kritisch te kunnen zijn op het onderzoek. Op het moment dat je weet welke vaardigheden, welke manieren sociaal-psychologen gebruiken om hun onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. En vooral in de sociale psychologie is methodologie heel erg relevant. En dat heeft ermee te maken dat sociale psychologie eigenlijk best een problematisch veld is van de wetenschap. Sociaal psychologen hebben namelijk problemen. En we hebben drie problemen die ik vandaag met jullie wil bespreken. Het eerste probleem is het imago van sociale psychologie. Het tweede probleem zijn de slechte onderzoekspraktijken waar we mee te maken hebben gehad de afgelopen decennia. En tot slot het onethische onderzoek wat eerder is uitgevoerd. Nou, daar ga ik jullie van alles over vertellen. Laat ik beginnen met het eerste punt, het imago van een sociaal psycholoog en sociaal psychologisch onderzoek. Wat namelijk heel vaak de feedback is die ik krijg als sociaal psycholoog, is dat het onderzoek wat ik uitvoer, dat eigenlijk gewoon gezond verstand is. Heel veel mensen maken opmerkingen als, ja, wat die sociaal psychologen allemaal onderzoeken, dat is gewoon zo voor de hand liggend. Daar hoef je helemaal geen kostbaar belastinggeld tegen aan te gooien om dat nou te testen, want dat weten we toch allemaal wel. Het is gewoon je logische, gezonde verstand gebruiken, dan kan je dat zelf ook allemaal wel bedenken. Dat verhaal kreeg ik ook te horen toen ik zelf onderzoek deed. Ik ben gepromoveerd op de vraag waarom sommige mensen beter hun liefdesrelatie kunnen behouden en beschermen dan anderen. En één onderdeel van mijn onderzoek ging over vreemdgaan. Natuurlijk een onderwerp wat heel erg veel mensen aanspreekt. En ik kreeg ook best wel veel media-aandacht bij dit specifieke onderzoek. En wat mijn onderzoek nou liet zien, was dat mensen eerder vreemdgaan als zij een slechte mate van impulscontrole hebben. Dus als je je impulsen niet goed kan beheersen, ga je sneller vreemd. Nou, dat heb ik op heel veel best wel coole manieren, vind ik zelf, onderzocht. En dat onderzoek, dat werd ook veel besproken. Alleen kreeg ik dus ook heel vaak te horen van mensen die zeiden, ja, dat is toch gewoon zo voor de hand liggen. Dat weten we toch allemaal wel. Waarom moet je daar nou onderzoek naar doen? Dat is gewoon heel logisch. Nou, dat soort redenaties, dat noemen we ook wel de hindsight bias. Dus dat is dat je eigenlijk informatie te horen krijgt. En dat vind jij heel logisch klinken. En dat het heel erg logisch klinkt, denk je dat jij het ook wel zo had kunnen voorspellen. Dus achteraf denk je, ja, dat wisten we toch al lang. Dat hoef je toch niet te onderzoeken. En dat noemen we dus de hindsight bias. En waarom noemen we dat nou een bias? Dat komt omdat achteraf al het heel erg makkelijk praten is. Als je alle informatie al gepresenteerd hebt gekregen, dan lijkt het allemaal heel logisch wat het onderzoek heeft aangetoond. Maar heel vaak is het helemaal niet zo logisch. En dat zie je bijvoorbeeld als je zelf onderzoek gaat doen. En ik wil jullie uitdagen om mee te denken bij de volgende vraagstukken, de volgende situaties, de uitkomsten te voorspellen. Eerste situatie. Stel je voor, je hoort een liedje op de radio. Je vindt echt een hartstikke leuk liedje. En je denkt, nou, dat is best wel een leuk nummer. Dan de komende weken hoor je het heel vaak op de radio. Keer en over en over en over again. Dus heel vaak hoor je dat nummer op de radio. Denk je dan dat je na een paar weken dat nummer nog leuker vindt? Even leuk of minder leuk? Denk daar maar eens over na. Volgende vraag, mogelijkheid voor jou om de uitkomsten van sociaal-psychologisch onderzoek te voorspellen. Stel je voor een jongetje, Taro, dat is toevallig mijn zoon, 9 jaar oud, speelt op zijn kamer. En hij speelt op zijn kamer, het is een beetje rommelig daar. En hij besluit helemaal zelf om te gaan opruimen. Dat is revolutionair voor hem, dus hij besluit zelf om zijn kamer op te gaan ruimen. En tot zijn eigen verbazing heeft hij daar eigenlijk best wel veel plezier in het opruimen van zijn kamer. Dan komt zijn moeder binnen, ik kom zijn kamer binnen en ik ben helemaal verbaasd dat hij ineens zijn kamer heeft opgeruimd. En ik ben zo blij dat ik besluit om hem te belonen met €5 waar hij zelf iets leuks voor kan gaan kopen. Denk jij dat Taro het opruimen van zijn kamer na deze betaling nou nog leuker is gaan vinden? Even leuk of minder leuk? Nou, ik ga jullie nu nog geen antwoord geven op deze vragen. Maar deze vragen gaan we allemaal bespreken de komende weken. En ik denk dat je wel intuïtief een bepaald antwoord nu hebt. Dat je denkt, ja, maar ik weet wel hoe dat zit. Dat zit namelijk zo en zo en zo. En
Mijn voorspelling is dat er best een grote kans is dat jij het niet bij het rechte eind hebt. Dus wat jouw antwoord nu is, dat dat misschien helemaal niet klopt. Maar stay tuned voor het antwoord. Maar dit is meer om aan te geven dat het dus vooraf best wel moeilijk is om goede voorspellingen te doen. En achteraf lijkt het allemaal heel erg makkelijk. Nou goed, imago is dus een probleem van sociaal psychologen. Dat mensen denken dat het allemaal heel logisch is. Maar heel vaak is het helemaal niet zo logisch. Iets waar jullie ook achter gaan komen de komende weken. Maar eigenlijk is imago het eerste, maar ook wel het minste van onze problemen. Laten we doorgaan naar een nog lastigere kwestie. En dat heeft van alles te maken met deze man hier. Ik ben benieuwd of je hem herkent. Deze man die is al heel lang heel erg bekend in bepaalde kringen. Hij was namelijk een sociaal psycholoog, heel erg bekende sociaal psycholoog hier in Nederland. Hij werkte aan de Universiteit van Tilburg en hij was daar hoogleraar, professor in de afdeling sociale psychologie, dus waar ik werk. Ik werkte er toen nog niet, maar nu werk ik daar wel. Hij was daar ook hoofd van de vakgroep. Uiteindelijk is hij ook decaan geworden van de faculteit. Dus echt iemand met heel veel macht. En hij deed heel veel onderzoek, ook met andere sociaal psychologen. En zijn onderzoek was best wel bekend. Hij was ook veelvuldig in de media onderzoek naar bijvoorbeeld het verschil tussen mensen die vlees aten en vegetariërs. En dat vleeseters heftiger gedrag vertoonden dan vegetariërs. En daar kreeg hij heel veel media aandacht bij. En hij kreeg ook heel veel beurzen voor zijn onderzoek. Dus hij kreeg wel miljoenen aan subsidie om zijn onderzoek uit te voeren. Dus echt een hele bekende, succesvolle wetenschapper. Dus het ging hem eigenlijk allemaal voor de wind. Tot 2011, toen een groepje studenten ineens twijfels uitte over de manier waarop hij onderzoek deed. Zij vonden het eigenlijk allemaal een beetje fuzzy. Ze dachten, dit klopt niet helemaal. En zij hebben uiteindelijk aan de bel getrokken, deze dappere studenten. En ze hebben eigenlijk de andere hoogleraren en vertrouwenspersonen binnen de universiteit op de hoogte gesteld dat zij twijfels hadden bij zijn onderzoeksmethode. En toen is er eigenlijk een enorme beerput opengetrokken, want wat bleek nou? Diederik Stapel bleek al jarenlang op hele grote schaal fraude te plegen, wetenschapsfraude. Wat hij deed, was dat hij eigenlijk grotendeels onderzoeksresultaten gewoon verzon. Dan zei hij bijvoorbeeld dat hij onderzoek deed bij basisschoolscholieren en had hij allemaal vragenlijsten ook uitgeprint, de vragenlijsten. En dan zei hij dat hij zogenaamd naar die basisscholen ging. Maar wat hij stiekem deed, was zelf die vragenlijsten allemaal invullen. En op die manier kwamen al zijn onderzoeken altijd prachtig uit. Dus hij had de allermooiste resultaten, allemaal fantastisch mooie onderzoeksresultaten, maar die waren dus helemaal uit de duim gezogen, gewoon helemaal verzonnen. Nou, dit is natuurlijk een heel extreem en ook heel erg bekend voorbeeld van een slechte onderzoekspraktijk. Fraude kun je wel scharen onder slechte onderzoekspraktijken. Het werk van Diederik Stapel is ook teruggetrokken, ook door hele vooraanstaande tijdschriften waarin hij gepubliceerd had, zoals Science en Nature. Die hebben allemaal gezegd van deze artikelen, die trekken we terug, die gaan we niet meer, die kloppen niet meer. En uiteindelijk heeft Diederik Stapel is hij ook strafrechtelijk vervolgd. Want je kan je ook voorstellen dat als jij heel veel geld hebt gekregen van de overheid om je onderzoek te doen, en dat onderzoek blijkt allemaal nep te zijn, dan moeten daar voor jouzelf ook consequenties aan zitten. En uiteindelijk heeft hij geen celstraf gekregen, maar hij heeft wel een taakstraf gekregen van 120 uur. En hij is natuurlijk op staande voet ontslagen bij de universiteit. En hij werkt dan dus ook niet meer. Uiteindelijk heeft hij ook nog wel een boek geschreven over zijn hele hoe dit allemaal heeft kunnen ontstaan. Wat hij tegenwoordig doet, dat weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval in de wetenschap heel veel schade toegebracht. Natuurlijk ook weer opnieuw aan het imago van sociaal psychologen. Ook het imago van Tilburg heeft hij ook heel erg geschaad. Maar een beetje door de ontdekking van de fraude van Diederik Stapel is ook een balletje gaan rollen. En zijn we eigenlijk veel kritischer gaan kijken naar de methodes die wij gebruiken om onderzoek te doen. Want het is natuurlijk eigenlijk best wel gek als je erover nadenkt dat hij zoveel jaren daarmee is weggekomen om dat onderzoek zo te neppen en aan al die data te verzinnen. Hoe is dat eigenlijk mogelijk geweest dat niemand dat heeft ontdekt? Dus we zijn eigenlijk veel kritischer gaan kijken naar het onderzoek wat is uitgevoerd. En wat bleek nou? Er waren heel veel onderzoeken die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn uitgevoerd. Er zijn nog meer gevallen van fraude bekend geworden, ook bijvoorbeeld in Nijmegen. En ook niet alleen bij sociaal psychologen, maar ook bijvoorbeeld bij wetenschappers in de hoek van medicijnen. Dus er waren meer fraudegevallen, maar er waren ook nog veel meer gevallen van eigenlijk gewoon slecht onderzoek.
onderzoek waarbij er bijvoorbeeld resultaten zijn verduisterd. Een beetje de data is een beetje bewerkt, zodat de resultaten wat mooier uitkwamen. En dat heeft eigenlijk een hele methodologische verandering in gang gezet. Wat we eigenlijk uiteindelijk zijn gaan noemen de replicatiecrisis. En replicatiecrisis, dat wilde zeggen dat op het moment dat wij als onderzoekers... Onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd, opnieuw gaan uitvoeren. Dat noemen we repliceren, dus opnieuw uitvoeren van bestaand onderzoek. Ja, dan vind je soms andere resultaten. En als dat zo is, als je andere resultaten vindt, dan is dat best wel problematisch. Want onze theorieën zijn allemaal ontwikkeld op basis van die eerdere bevindingen. En als die eerdere bevindingen helemaal niet blijken te kloppen, ja, dan moet je ook kritischer zijn en sommige theorieën helemaal weggooien of op de schop gooien. En ja, het veld heeft daar heel erg wel onder geleden. En daar is ook heel veel aandacht voor geweest, ook in hele bekende vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, ook in de gewone media. Dat bleek dat er gewoon heel veel psychologisch onderzoek de reproduciteitstest niet hebben doorstaan. Dus als je die opnieuw uitvoert, krijg je andere resultaten. Ja, en eigenlijk een heel groot probleem. Want ja, de theorieën waar wij wat we dachten te kunnen geloven, bleken gewoon niet te kloppen. Dat is natuurlijk heel slecht nieuws geweest. Maar het goede nieuws is dat we dit nu weten. En dat we op dit moment echt veel betere onderzoeksmethoden gebruiken. Waardoor de kennis die wij nu vergaren als sociaalpsychologen eigenlijk veel betrouwbaarder is. En veel, daar kan je echt op bouwen. Omdat we gewoon veel beter onderzoek zijn gaan doen. Nou, op welke manier doen wij nou onderzoek om dit soort praktijken te voorkomen? Nou, dat doen we dus ten eerste door het uitvoeren van replicatieonderzoek. Ik zei het al, dat wilde zeggen dat je eerder onderzoek wat vroeger is uitgevoerd opnieuw gaat uitvoeren om te kijken of je dezelfde resultaten vindt. En als je dat vindt, dan geeft dat een soort van bewijs of in ieder geval een onderschrijving van dat die theorieën nog steeds kloppen. Dus replicaties zijn heel erg belangrijk. Tweede methode is meta-analyses. En bij meta-analyses kijk je eigenlijk naar verschillende studies die dezelfde onderzoeksvraag wilden beantwoorden. En je gaat kijken of je, als je het gemiddelde effect neemt over al die studies, of je dan inderdaad vindt dat die gedachtegang klopt. Dus je maakt eigenlijk een soort van gemiddelde over allemaal verschillende studies. Dit noemen we een meta-analyse. Nou, en als laatste verschil nu, de manier waarop wij nu onderzoek doen, is dat we gebruik maken van open science. En dat ook heel erg wordt aangemoedigd in de sociale psychologie, maar ook in andere disciplines van de wetenschap. En met open science bedoelen we dat wij heel erg open zijn in de manier waarop we onderzoek doen. En dat zit hem in verschillende factoren. Wat we bijvoorbeeld doen is dat wij onze hypotheses pre-registreren, pre-register. En dat wil zeggen dat op het moment dat ik een onderzoeksvraag heb, en ik ga dus nadenken over, ik heb een bepaalde vraag, die wil ik beantwoorden. Wat verwacht ik te kunnen vinden? Dan schrijf ik dat op en dat leg ik ook vast in een soort van openbare website, zodat iedereen kan zien, Tila had dit onderzoeksidee en dit was haar voorspelling. Vervolgens ga ik het onderzoek uitvoeren en vind ik dus dat die voorspelling wel of niet uitkomt. En omdat ik me van tevoren mijn hypothese al heb vastgelegd, kan ik er minder makkelijk mee sjoemelen. Want dat is ook iets wat veel gebeurde in de wetenschap. Dat mensen een onderzoek gingen uitvoeren. Ze vonden iets, dat was heel anders dan wat ze hadden gedacht. En dan gingen ze daar een heel mooi verhaal omheen schrijven. Dat kan dus niet meer. Dus je moet nu eigenlijk van tevoren al heel duidelijk zeggen, dit is mijn verwachting. En dat leg je dus vast, dat pre-registreer je. Nou, daarbij maak je ook gebruik van open data en open materialen. Dat wil zeggen dat iedereen kan inzien welke materialen je hebt gebruikt om je studie uit te voeren. En de dataset, dus waar je je analyse, statistische analyses over doet, die zijn ook openbaar, zodat iedereen zelf ook die analyses na kan doen als ze dat zouden willen. Heel veel werk voor wetenschappers om dit allemaal goed te doen, maar het zorgt er natuurlijk wel voor dat wij op deze manier veel betrouwbaarder zijn geworden. Dus de onderzoeken die we vandaag doen zijn in de regel echt veel beter, van methodologisch betere kwaliteit dan pakkenweg 20 jaar geleden. Nou, dan hebben we dit opgelost, toch? Dan zou je denken, klaar, opgelost. Nu kunnen we allemaal weer vrolijk verder. Er is alleen nog één probleem wat ik nog niet heb besproken. En dat heeft te maken met onethisch onderzoek. Hier zie je foto's van onderzoek wat ook daadwerkelijk is uitgevoerd in de jaren 60, 70 in Amerika. Door Stanley Milgram bijvoorbeeld en Philip Zimbardo. Twee hele vooraanstaande sociaal-psychologen, wetenschappers. Die ook werkzaam waren op hele gerenommeerde instituten. Zoals bijvoorbeeld Stanford. Nog steeds een van de bekendste en meest vooraanstaande academische instellingen ter wereld.
En over de inhoud van dit onderzoek, daar ga ik jullie later in de cursus nog heel veel meer vertellen. Maar wat ik nu eigenlijk vooral wil benoemen is dat, hoewel de onderzoeksideeën van zowel Milgram als Zimbardo ja, heel erg mooi waren, heel erg goed waren. Ze wilden echt fundamenteel menselijk gedrag bestuderen, zoals groepsgedrag en gehoorzaamheid van mensen. Mooie onderzoeksvragen, belangrijke thema's. Maar de manier waarop ze dit onderzoek hebben uitgevoerd is echt totaal onethisch. En dit onderzoek had eigenlijk nooit uitgevoerd mogen worden. Omdat proefpersonen, de deelnemers van dit onderzoek, echt schade is toegebracht. Nou, de manier waarop, daar ga ik dus later meer over vertellen. Maar heel veel jaren hebben wetenschappers eigenlijk vrij onethisch onderzoek gedaan. En dit is echt een heel groot probleem geweest. En ook, ja, ook een probleem omdat we natuurlijk schade hebben toegebracht aan de mensen die ons juist vooruit helpen in het onderzoek, de deelnemers van ons onderzoek. Dat kan natuurlijk ook niet meer. We zijn ons op dit moment gelukkig ook veel bewuster van onze verantwoordelijkheid als wetenschappers. En we hebben veel strengere regels als het gaat om ethiek. Zo werken wij tegenwoordig met informed consent. En informed consent wil zeggen dat de deelnemers op het moment dat ze gaan werken met je onderzoek, krijgen ze eerst een informatiebrief te lezen. En in die informatiebrief staat er gewoon wat ze kunnen verwachten als ze meedoen naar het onderzoek. Dus dit gaan we ongeveer verwachten, bestuderen. En dit zijn de onderdelen waar je aan mee gaat doen. En pas als ze alle informatie hebben gelezen, dan vragen we ze, ja, ga je akkoord? Geef jij consent? Geef jij toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek? En dan zetten ze een handtekening en pas dan gaat het onderzoek van start. Dus we informeren ze echt veel beter dan vroeger. Dit gebeurde vroeger helemaal niet. Ze kregen eigenlijk geen informatie vooraf. Nou, het tweede is dat wij op dit moment proberen om misleiding te voorkomen. Misleiden van proefpersonen. Klinkt logisch, toch? Waarom zou je nou proefpersonen misleiden? Nou, dat is eigenlijk voor hele lange tijd best wel een belangrijk onderdeel geweest van onderzoek van sociaalpsychologen. Heel vaak gingen we proefpersonen een beetje neppen. Gaven ze gewoon verkeerde informatie, we zetten ze op het verkeerde been, om op die manier te kijken of we hun gedrag konden sturen. Een voorbeeld hiervan is dat deelnemers bijvoorbeeld een taakje moesten doen. Onzintaakje, bijvoorbeeld tel het aantal balletjes in het scherm of een nep persoonlijkheidstest. En dan kregen zij valse feedback, dus neppe feedback. Ze kregen bijvoorbeeld te horen, nou, op basis van het testje wat jij eerder hebt gedaan, die persoonlijkheidstest, kunnen wij voorspellen dat jij later helemaal geen vrienden meer zult hebben. Iedereen zal je verlaten, je zal ook geen relatie meer hebben en uiteindelijk zal je eenzaam sterven. Nou, dat is nogal wat om te horen, hè? Dat is een leuk bericht om te krijgen als je gewoon in je vrije tijd meedoet aan een onderzoekje. Vreselijk. En onderzoekers deden dat vaak met hele goede intenties. Omdat ze gewoon nieuwsgierig waren wat er gebeurde met mensen als zij een heel naar bericht te horen krijgen. En hoe ze zich dan gaan gedragen als ze zich bedreigd voelen bijvoorbeeld. Dus die intenties van die onderzoekers waren misschien wel goed. Maar uiteindelijk heb je proefpersoon heel veel schade aangebracht. Vooral als je ze vervolgens niet duidelijk uitlegt waarom je dat hebt gedaan en dat die feedback helemaal niet klopt. En daar kom ik later nog even op terug. Maar we proberen dus op dit moment om misleiding van deelnemers te voorkomen. We willen deelnemers ook beschermen. We willen ze beschermen tegen pijn, tegen ongemak. Dat is ook in het verleden wel eens misgegaan, dat deelnemers echt pijnlijke experimenten moesten ondergaan. Soms ook onnodig, dat willen we niet meer. Vertrouwelijkheid, privacy is natuurlijk een heel erg groot issue en we zijn veel beter nu in het omgaan en het anonimiseren van data, zodat de gevoelige informatie die onze deelnemers ons vaak geven, dat die niet op straat komt te liggen. Natuurlijk heel erg belangrijk, ook voor het vertrouwen van deelnemers in ons als wetenschappers. En tot slot is debriefing heel erg belangrijk. En debriefing wilde zeggen dat je op het einde van het experiment goed uitlegt wat je allemaal hebt gedaan. En wat je eigenlijk verwacht had in het onderzoek. Dus ook als jij proefpersonen toch hebt misleid, soms is misleiding op een kleine schaal nog steeds wel nodig om je onderzoeksvraag te testen, dat je ze dan heel goed uitlegt waarom je dat hebt gedaan en heel goed geruststelt dat het inderdaad helemaal nep was en dat het dus helemaal niks zegt. Nou, deze 5 componenten zijn heel erg belangrijk op dit moment als je onderzoek wil gaan doen. Opnieuw betekent dit wel meer werk voor de onderzoekers, maar natuurlijk met een heel belangrijk en groot doel, namelijk een betere bescherming van proefpersonen en hopelijk ook meer vertrouwen van proefpersonen in ons als wetenschappers. En om te zorgen dat dit allemaal heel goed gebeurt, is er bij een universiteit ook heel vaak een ethische commissie. Dat noemen ze ook wel een IRB, dat wil zeggen Institutional Review Board. En die IRB die zorgt ervoor dat het onderzoek dus op een goede manier gedaan wordt. En dat mensen goed beschermd worden als je meedoet aan onderzoek. Nou, tot zover dit gedeelte van het college.